Guido, met nog één wedstrijd te spelen in de gewone poolfase, de Final Four al bereikt in de World League en je tweede doel van deze zomer. Ja, dat was de bedoeling. We hebben in Turkije 2 wedstrijden verloren. En sindsdien moesten we elke wedstrijd winnen, was elke wedstrijd een finale. Dit was de 5e en dat hebben ze weer geflikt, die mannen, dus dat is mooi. Eigenlijk is het sinds de 2 wedstrijden die jullie hier in Den Haag spelen, die zijn met overmacht gewonnen. Wat heb je na de laatste wedstrijd tegen Egypte kunnen zeggen tegen die mannen? Ja, we spelen zoveel wedstrijden nu. Dus het is elke keer jezelf weer oprakelen, herstellen, goed eten, goed uitmasseren en weer de energie oppakken voor de volgende. Egypte was een hele zware wedstrijd, zware toestand. Ja, nou, thuis spelen geeft toch extra energie. Het is mooi vol hier, jongens willen laten zien wat ze kunnen. Dus daar hoef ik niet zoveel te zeggen, dat doen ze zelf. En als je nu vooruitkijkt naar volgende week alvast, wat is er mogelijk in die Final Four? Ja, ik moet nog even uitslagen kijken. Slovenië is een topland, tweede van Europa. Die is favoriet. Australië komt uit de A-pool geregradeerd, dat is ook gewoon een topland. Ja, wij zullen een van die 2 treffen. Wij kunnen die niet ontlopen in de halve finale. Dus dat is even afwachten nu hoe de ranking wordt tegen wie wij zullen moeten spelen. Maar qua kansen in die eerste wedstrijd dan, wordt dus al lastig, begrijp ik. Ja, het zijn al toplanden. Ik denk dat wij het vierde land zijn wij sowieso sterker. Maar die 2 landen, ja, Australië is thuis en Slovenië is een topteam. En we hebben vorig jaar een halve finale gespeeld tegen een thuisland wat we niet wonnen. En daar staat een rekening open bij ons team.